Goeiedag, mijn naam is Paul en vandaag ga ik u iets uitleggen over het opladen van een elektrische auto. Er zijn verschillende manieren om een elektrische auto op te laden. Dat kan bijvoorbeeld thuis, op het werk, maar ook onderweg. En ik ga u uitleggen hoe u dat het beste kunt doen. Er zijn verschillende manieren om de auto op te laden. Dat kan bijvoorbeeld via een wallbox bij u thuis. Dat kan via de standaard 230 volt aansluiting of bijvoorbeeld langs de snelweg bij een van de snelladers. De eerste laadmogelijkheid die we hebben is het laden met het 230 volt snoer. Dat is zo simpel als de stekker in het stopcontact steken, thuis of in de garage of elders, en de andere kant van de kabel in de auto steken. Hiermee bereiken we dat we 10 km per uur kunnen laden. De tweede kabel die we tegenkomen is de kabel die we kunnen gebruiken voor wallboxen, maar bijvoorbeeld ook publieke laadpalen. En dat werkt wederom zo simpel als: we doen het klepje open en we steken de kabel in de auto. Op deze manier van laden kunnen we ervoor zorgen dat er 48 km per uur geladen kan worden. De laatste manier is de mogelijkheid om te laden met de snellader. We kunnen de twee klepjes openen van de auto en de lader vervolgens in de auto steken. En op deze manier kunnen we wel 100 km per 10 minuten laden.